jaar lang was hij commissaris van de koning, beter gezegd gouverneur van zijn Limburg. Totdat Theo Bovens zich eind april genoodzaakt zag op te stappen na een subsidieaffaire binnen de provincie. Nu is hij waarnemend burgemeester van Enschede. En voordat hij vertrok, had ik nog een ontmoeting met hem. Meneer Bovens. Kijk eens aan. Als wel. Zeker. Ja, zeker. Ja, je mag het klagen. Een mooi plekje uit. Ja, ik dacht het waterpoortje. Ja. Ja. Tweede omwalling, eerste omwalling. Busvraag. Eerste omwalling. Sorry. Ja. Nou ja, kijk, met de uitzicht op de Maas en alles. Dus, ja. U bent between jobs, zoals de Engelsen zo mooi zeggen op dit moment. Ja, inderdaad. Nog even. En, begin oktober begin ik in Enschede als waarnemend burgemeester. En op dit moment werkzoekend. Maar ja, ik heb het werk al gevonden. Dus, Ja. Hoe gaat het met u? Het gaat uitstekend. Het was natuurlijk na het vertrek bij de provincie, wat toch vrij plotseling kwam, was het even wennen. Het was, wat ga je doen? Even nadenken. Ook nog een aantal zaken afhandelen. Wat nevenfuncties die dan doorlopen. Maar ja, je hebt niet het idee van het is vakantie. Want er komt geen maandag na de vakantie, die is er dan niet. Dus je gaat toch nadenken van wat wil je? Ik voel me nog jong, ik ben nog 61, dus ik kan nog wat. Toen belde mijn voormalige collega uit Overijssel. En zei ik, ik wil me heel graag inzetten in de publieke zaak. Dat doe ik al eigenlijk mijn hele leven. Dus dat ga ik graag nog voortzetten in deze functie. Dus ja, ik voel me echt prima. Was het voor u meteen duidelijk, dit ga ik doen? Nee, ik heb daar wel. Ik kreeg ook wat bedenktijd. Het was in de vakantie, dus mijn collega ging ook op vakantie, dus we hebben 2-3 weken de tijd gehad. En eerst was het een rationele keuze van je wil wat, je moet wat en zo. Waarom zou je dat niet doen? En als je dan een beetje gaat inlezen in die kant van het land, in het Twenteland, dan kom je erachter. Enschede, dat is de stad waar Jan Mans lange tijd burgemeester geweest is. En die kennen we natuurlijk nog goed. Waar Philip Hoebe gezeten heeft in de tijd voordat hij naar Maastricht kwam in het gewest Twente. Dus waar ook Maastrichtse burgemeesters zitten in Haaksbergen en in Borne. Dus ja, het is een streek die wel iets met Limburg heeft, die ook dialect spreekt. Een stad met een universiteit, met een voetbalclub. Allemaal uitdagende dingen. En dan word je langzamerhand enthousiast. Dus ik heb teruggebeld en gezegd, ik ga het graag doen. Ja. Ja. U bent natuurlijk de Limburgse mentaliteit, hè? Ja. De Limburgse gevoel bent u gewend de afgelopen 10 jaar. Ja. En dan moet u opeens de provincie uit. Ja. Is dat niet iets waaraan u moet wennen zo meteen? Ja, dat zal wennen zijn. En daarvoor wil ik het ook absoluut een keer proberen. Of dat bevalt of niet. Kijk, ik heb natuurlijk nog in mijn studententijd en daarna ook wel ben ik buiten de provincie geweest. Dus niet zo dat ik altijd in de provincie gezeten heb. Maar het is inderdaad, het zal zeker wennen zijn. En wat wennen is natuurlijk het afkicken van het gouverneurswerk. Want je krijgt die hele jaarkansactiviteiten van herdenkingen, van de nieuwjaarsrecepties, van de carnaval, waar je in een andere rol mee te maken gaat krijgen. Ja, dat is een beetje zoals iedereen dat met een rouwproces ook wel een keer meemaakt. Mm. Hè? Dus dat gaat zeker wennen zijn. Ja. Het grootste verschil zal inderdaad zijn het vak van burgemeester. Kijk, ik ben 17 jaar in de gemeentepolitiek hier in Maastricht gezeten, lokale burgemeester geweest. Ik heb als gouverneur heel veel burgemeesters aangesteld, begeleid, gecoacht. En nu ga je dat vak zelf doen. Dat is waarschijnlijk toch iets anders. En het is maar 4 maanden. En dat denk ik dat de grootste uitdaging wordt. Ik ben gewend om met mensen te spreken, om mensen te leren kennen, om een stad dan ook meteen te leren kennen. Maar na 4 maanden is het alweer voorbij. Dus hoe ga je je energie verdelen tussen datgene wat noodzakelijk is, wat je als burgemeester behoort te doen, de openbare orde, de veiligheid, allerlei zaken die bij het burgemeestersambt horen. En mijn wens eigenlijk om toch een stad te leren kennen en mensen te leren kennen. Nou, dat zal de uitdaging zijn. We ontkomen er niet aan om even terug te komen op het wat het gebeurd is. Ja, het vertrek bij u bij de provincie. Het verhaal was, oud-gedeputeerde Herman Vree, die had geld doorgesluist naar eigen bedrijven. Mm-hmm. En u zou daarvan eerder op de hoogte zijn geweest dan dat het in de publiciteit was gekomen. Ja, hetgeen dus niet waar is, want die suggestie is inderdaad in de krant gewekt dat ik het 2 weken eerder dan dat het naar buiten kwam, eens geweten zou hebben. Nou, die 2 weken is echt niet het geval. En daarvoor al helemaal niet. Dat hebben we overigens ook aangetoond. Dat hebben we met de notulen allemaal kunnen aantonen. Ja, dat nog steeds dat verhaal rondgaat op social media is natuurlijk eigenlijk een grote schande. Maar het is gewoon niet waar. Dus we hebben dat laten onderzoeken. En het onderzoek komt binnen nu en 2 of 3 weken ook uit. Okay. Van wat de relatie van de provincie geweest is met de IKL-organisatie en met en Herman Vree.
zijn. En ja, dan zal blijken dat wat die relatie geweest is. Het grote, ja, het gaat niet over de gouverneur, het gaat niet over Theo Bovens. Het onderzoek is ook niet naar de gouverneur of naar Theo Bovens. Mm. Wij zijn, zoals de Engelsen dat wel eens een keer goed uitdrukken, collateral damage in een politieke, ja, ik zou bijna zeggen, ontploffing of cocktail van discussies die heeft plaatsgevonden in april. En het uiteindelijk nog zittende rest van het college en de gouverneur zijn daarin meegezogen in die discussie. Maar het gaat niet over die laatste 5 gedeputeerden, het gaat niet over de gouverneur. Maar ja, zijn daar wel mede het slachtoffer van, of hoe je dat zou willen noemen. Ik moet ook bijzeggen dat ik zelf die beslissing genomen heb om op te stappen. Ja. Het is niet zo dat ik, we zijn niet weggestuurd of anderszins. Gewoon vanuit de overtuiging dat als je boegbeeld bent van Limburg, dan behoor je zonder enige discussie dat te kunnen zijn. En als je in de rug door mijn eigen provinciale staten daar in een discussie gezogen wordt, dan kun je die functie van boegbeeld niet meer uitoefenen zoals ik dat heel graag zou willen. Dan tast dat het ambt van de gouverneur aan. En heb ik gezegd, dat hoort niet, dat mag niet, dat is het ambt niet waard, zou ik bijna zeggen. Dat ambt moet boven de persoon staan. En toen ben ik vertrokken. Ja. Een keuze die toch nog redelijk snel gemaakt is, maar lijkt me toch ook een heel lastige keuze waar je even een nacht over moet slapen. Ja, zeker. Nou ja, die tijd hadden we niet. Het is een keuze die eigenlijk in 20, 30 minuten genomen moet worden. Maar die, ik moet ook zeggen, daar sta ik nog steeds achter. Ik zou op vandaag nog steeds hetzelfde doen. Ja. Wat ik jammer vind is dat je dan dat de omstandigheden zo waren dat je die keuze moet nemen. Dat is natuurlijk de zonde dat gebeurt. Want ik was heel graag nog 2 jaar doorgaan als gouverneur. Dan zou mijn termijn zijn afgerond. Want ik, nogmaals, het werk van gouverneur, dat vond ik fantastisch. Dus dat kan ik niet anders zeggen. Ja, en als ik de geluiden zo hoor, lijkt me ook dat u bent volgens mij een populaire man op de plek waar u zat. Mm-hmm. En dan lijkt het me zo zonde dat u eigenlijk met zo'n incident eigenlijk via de achterdeur moet vertrekken. Ja, nou, de achterdeur is relatief. Ik heb toch verleden week een koninklijke afscheid gehad. Overigens wel in Venlo, maar met alle dingen die daarbij horen. Dus dat doet ook goed. En mijn bubbel, zoals we dat al kennen, de mensen die mij kennen of die om mij heen functioneren. Ja, die hebben uitermate warm gereageerd. Ik heb eigenlijk alleen maar warme schouderklopjes en dergelijke gekregen. Daar word je zelfs verlegen van, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus ik zou bijna zeggen, nogmaals dank aan iedereen die dat gedaan heeft. Maar het is natuurlijk pijnlijk dat je niet meer in die functie zit die je heel graag zou willen uitoefenen. Dat is zo. Maar goed, daar komt weer wat anders. Dat is zo zijn wij ook wel weer. Ik ben wel van de optimisten. Dus, Bent u in ieder geval opgelucht dat bewijs waar u net over had, dat u niet op de hoogte was eerder dan dat in de publiciteit kwam, dat geleverd is? Ja, daar ben ik wel heel blij mee. En niet alleen dat, maar ook gewoon dat er op het gebied van integriteit met mij ook geen enkele punt van discussie is. Niet is geweest en ook, mijn smaak ook niet zal komen. Ja, meneer Bovens, we maken een wandeling door de stad deze ochtend, door uw Maastricht ook. Ik heb de afgelopen maanden, in de maanden dat u zeg maar gouverneur af was, heb ik ook heel veel mensen de optie zien opperen dat u wel eens in de toekomst misschien nog wel burgemeester van Maastricht zou kunnen zijn. Ze komen het mij ook vertellen hoor, dat even te zeggen. Maar op dit moment heeft Maastricht gewoon een goede burgemeester en die blijft ook nog, die is opnieuw benoemd. Zeker nog voor 2 jaar. En wat er dan gebeurt, dat weet je niet. Denk ik dat Maastricht dan moet nadenken wat voor type burgemeester men dan zou willen. En zeker ook wat leeftijd en dergelijke, dan ben je alweer wat ouder. Maar zou u het mooi vinden? Ik heb ooit wel een keer gezegd, maar dat was dus echt al 30 jaar geleden dat ik dan een keer zou willen worden. Net zoals iedereen wel eens een keer bij NVV wil voetballen of voorzitter wil zijn. Of stadsprins en dergelijke. Ik weet nu ongeveer wat het is. En ik ga nu ook weer ervaren wat het is om burgemeester te zijn. Ik zou bijna zeggen, dat komt die later. Die vraag komt later wel eens een keer. En dat is nu echt veel te vroeg. Het is pas over 2 jaar. Dus, Nou, wat in ieder geval kort erbij is de vaste lovend. Daar bent u ook fervent liefhebber van. Ja.
Autoriteiten toekeren, is dat misschien niet voor u? Nou ja, ook daar hebben we al keurige goede mensen denk ik, op die post. U weet dat ik dat voor de gouverneur was, net was benoemd als de ceremoniemeester van de Tempeliers. Sommige mensen zeggen ook dat ik gouverneur geworden ben omdat ik door de Tempeliers was benoemd. Maar okay. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar heb ik gezegd, ja, het lijkt me ook raar als een oud-autoriteit dat weer gaat doen. Je moet als autoriteit niet autoriteiten onder elkaar laten toekeren. Laat dat het volk zijn. En daar hebben we uitstekende mensen voor. En ik geloof nu dat Jos van Zijl gekozen is bij de Tempeliers. Nou, die kan dat uitstekend. Dus laat hem dat maar rustig doen. Ja. Ja, in ieder geval bent u, als het goed is, straks vanuit Enschede terug voordat de vasteland er is. Dat was volgens mij een keiharde voorwaarde. Ja, een beetje wel. In die zin dat toen ze mij vroegen, was de eerste vraag hoe lang gaat dat duren? Mm. En de collega zei, nou dat zal ongeveer tot 1 februari zijn. Toen zei ik meteen, oh goed, dan ben ik op voor de carnaval hier. Toen ik in Enschede overigens kennis maakte, zeiden mensen, ja, als het nou een paar weken langer duurt. Ik zeg, ja, prima, maar die zondag, maandag en dinsdag dan niet. Daar hebben ze dan een lokale burgemeester voor die dan de stad kan zijn. Nee, dat komt allemaal goed. En overigens is in Twente natuurlijk ook carnaval. Op een andere manier. En in sommige dorpen wat meer dan in de stad. Maar het is niet zo dat het helemaal carnavaltoos is. Nee. Ik heb net een paar mogelijke functies genoemd. Wat zijn voor u nog wensen in uw verdere carrière? Heeft u nog doelen? Nou ja, dat is een van de dingen die ik ga ontdekken ook als ik in Enschede ben. Van, is dit iets wat je zou willen of niet? Ja. Of ga je je tijd vullen met allemaal nevenfuncties of commissariaten, toezichthoudende functies enzovoort? Nou, met name die afweging die ga ik de komende maanden voor mezelf maken. Ik heb in ieder geval nog geen zin om pensionado te worden of op de bank te gaan liggen. Dat is zeker niet het geval. En er is heel veel te doen in de samenleving. Ook gewoon caritatief. Ik blijf ook gewoon een aantal vrijwilligerswerk zaken doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat is echt iets waar je die afweging moet maken. Nou, nu krijg ik de kans om te kijken of het burgemeesterschap iets is. Nou, dat vind ik eigenlijk al een geschenk dat je dat mag uitproberen. En ja, dan kijken we wel of dat voor langere duur het geval zou kunnen zijn. Ja. Ja. Men zal altijd waarnemende burgemeesters nodig hebben. Dus in die zin, dat zullen meer gemeenten zijn die dat op dat moment kunnen gebruiken. Nou, als mij dat bevalt, dan ben ik daarvoor in. Ja, meneer Bovens, bedankt voor uw openhartigheid deze ochtend. Ik ga heel veel succes wensen in Enschede. Dankjewel. En we zien daarna uit dat u weer terugkomt over een paar maanden om lekker vastelavond te vieren. Geen twijfel. Geen twijfel. Heel goed. En ik ga u bedanken voor het kijken naar deze ontmoeting. En heel graag tot de volgende ontmoeting.